Zometeen meer prinsessenspul, maar eerst iets anders. Het recht om te spelen, het recht op een veilig leven en recht op bescherming tegen mishandeling. Het zijn kinderrechten die overal op de wereld gelden en dus ook hier in Nederland. Maar kinderhulporganisaties hebben uitgezocht dat Nederland dat niet altijd even goed doet als het gaat om de kinderrechten. Ik denk op zich wel dat de meeste kinderen het hier wel goed hebben, omdat het een rijk land is en daar verdienen de meeste mensen best wel veel en zo. En dan kunnen ze ook veel aan de kinderen uitgeven en zo. Alleen er zullen altijd wel een paar mensen zijn waar het niet echt heel goed mee gaat. Op basisschool Sint Maartens in Voorburg wordt vandaag natuurlijk lesgegeven. Dat is ook een kinderrecht. Veel leerlingen denken dat kinderrechten vooral in arme, verre landen niet goed geregeld zijn. Nou, ik vind dat best wel jammer, want ik vind dat die kinderen ook gewoon naar school moeten gaan. En dat ze meer moeten weten voor later ook. Wij vinden dat ook in Nederland, wat een heel erg rijk land is met heel veel mogelijkheden, dat ook daar de rechten van kinderen gegarandeerd moeten zijn. Want, vinden kinderhulporganisaties UNICEF en Defence for Children, ook in Nederland kan het nog veel beter met de kinderrechten. Wat er beter kan, staat in een rapport dat de directeur van UNICEF aan politici gaf. Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat in Nederland het afgelopen jaar maar weinig verbeterd is wat kinderrechten betreft. 5.500 kinderen wachten nog steeds op hulp. Ze hebben grote problemen, maar er zijn te weinig mensen om ze te helpen. Veel te veel kinderen zitten hier in de gevangenis, omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Maar er is nergens anders plek voor ze. Dat is heel erg slecht voor kinderen. En wij pleiten ervoor dat kinderen straffen krijgen waardoor ze weer op het rechte pad terechtkomen. En niet straffen zoals in de jeugdgevangenis die slecht zijn voor kinderen. Wat wel goed gaat is dat er meer aandacht is voor kindermishandeling. Kinderen die met mishandeling te maken hebben worden sneller geholpen. Kinderen hebben het recht om te spelen. Ze hebben recht op goede zorg en voldoende eten en drinken. En ze hebben recht op onderwijs. Dat staat allemaal in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 20 jaar geleden werd dat verdrag gemaakt door de Verenigde Naties, de club waar bijna alle landen lid van zijn. Er stond in dat kinderen het recht hebben om verzorgd, beschermd en gerespecteerd te worden. Bijna alle landen van de wereld hebben hun handtekening eronder gezet. Ze moeten zich eraan houden. Maar dat gebeurt dus nog lang niet overal even goed. In het verdrag staat ook dat op alle basisscholen lesgegeven moet worden over kinderrechten. In Nederland gebeurt dat nog niet. Er is wel een paar rechten van kinderrechten, maar misschien nog niet alles. Zou ik wel graag willen weten. Kinderen leren dus wel rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde. Maar ze leren niet wat de rechten van kinderen zijn. En het blijkt heel erg nodig te zijn als een begin om de rechten van kinderen ook echt te verbeteren. Je kan eigenlijk nooit te veel informatie krijgen, vind ik. Nou, politie hebben gezegd dat ze het een belangrijk rapport vinden en ze hebben beloofd te gaan kijken wat zij kunnen doen om in Nederland beter met alle kinderrechten om te gaan.